Hoe ziet mijn dag eruit als vrachtwagenchauffeur? Nou, om te beginnen erg vroeg opstaan. Ik start hier, ik ga lading in de vrachtwagen zetten, containers met boodschappen zeg maar, die iemand bij de Jumbo koopt. En als dat klaar is, vertrekken we naar de klanten toe om hun te bevoorraden en eventueel nemen we containers mee terug. Ik vind het superleuk werken in het transport. Het fysieke vind ik interessant. Geen abonnement voor de fitness. Het klantcontact, dus bij de winkel. Personeel wat jou een handje helpt bij in- en uitladen. En het rijden zelf. Dat is natuurlijk wel de hoofdmoot. Hè? Achteruit inparkeren, bochtjes, moeilijke dingetjes vind ik leuk. Je moet wel dat rijden met zo'n grote jongen wel leuk vinden. Anders moet je het niet doen. Als je bezig bent, zit niemand je op de huid. Weet je, als je gewoon je ding doet, dan komt het goed. Inderdaad, de vrijheid toch die je hebt. Valt me op dat de mensen hier gewoon echt wel contact maken met elkaar. 'S ochtends als je binnenkomt, goedemorgen. Als je weggaat, werk ze. Weet je, dat is heel prettig hier. Ik vind dat ik leuke collega's heb. Dat bedoel ik dus. Ik ben ooit begonnen als boekhouder. Ik heb voornamelijk 20 jaar bij de politie gewerkt. 2 jaar voor de klas gestaan en daarna 5 jaar een eigen rijschool gehad. Ja, ik denk dat iedereen vrachtwagenchauffeur zou kunnen worden, wat je achtergrond ook is. Je moet het heel leuk vinden om te rijden. Het is elke dag een verrassing waar je terechtkomt. Je komt bij verschillende soorten klanten en verschillende soorten plaatsen. Dat maakt het leuk. Ik heb met de Randstad Vakschool contact gehad. Die brengen je onder bij een rijschool. En bewaken dan of dat traject goed loopt. En als er dingen niet lopen, dan proberen ze dat op te pakken. En ondanks dat ik geen ervaring had als vrachtwagenchauffeur, heeft Randstad mij de kans gegeven om aan de slag te gaan. En ben ik bijna 1,5 jaar nu chauffeur. Ik kon altijd terecht bij Randstad met wat voor vragen ook. Dat gevoel is heel belangrijk. Randstad kan zeker helpen bij als je dingen niet leuk vindt of anders wil of beter wil. Dat ze daar naar luisteren en ideetjes geven, met je meedenken. En gewoon kijken of ze dat kunnen regelen, heel prettig. Morgen, dan ga ik vooral lekker weer rijden. Absoluut op een vrachtwagen, ja, een grote. Wat doe jij morgen? Word jij mijn nieuwe collega?